Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag dit leuke roze truitje haken. Hij is nog niet af zoals je ziet, maar dit wordt het jubileum truitje. Dit wordt de 100ste video van Iedereen kan haken. En ja, ik dacht, wat moet ik nu gaan maken voor het 100ste filmpje? En ik heb bedacht om een zomertruitje te gaan beginnen. Ik heb wol gekocht bij AliExpress, de Angola wol. Ik weet niet of ik even iets dichter in kan zoomen. Dit is de Angola. En ja, die heb je in heel veel verschillende kleurtjes. Die wordt per 10 bollen wordt deze verkocht. En het kost echt niet duur. Ik was geloof ik rond de 12 euro kwijt. Ik zal je zo vertellen wat je allemaal nog nodig hebt. En ik hoop dat je meedoet met dit mooie truitje. En het is niet moeilijk, want je meet je maten. Maar allereerst heel hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. En het abonneren natuurlijk. Graag duimpjes omhoog. En op het einde van de video staat mijn foto, daar kan je abonneren. Maar ik zal je even vertellen wat je nodig hebt. Dat is dus deze wol, Angola. Een schaartje, haaknaald nummer 4, even kijken of ik hem dichterbij krijg. Dit is in ieder geval haaknaald nummer 4, een steekmarkeerder, of een stopnaald, steekmarkeerders. Die heb je wel een paar nodig hoor, omdat je bij de mouwen ga je natuurlijk meerdere, want je begint bij de pols. Een labeltje. Deze kan je gewoon bij de Action halen. Een pen. Een centimeter, heel belangrijk, want je meet alles op. En een schriftje. En als je dat allemaal voor je neus hebt, dan kan je lekker beginnen. En ik zou zeggen, doe lekker mee met mij. En dan gaan we beginnen met haaknaald nummer 4. Je begint met je centimeter, meet je je middel op en zo lang dat je middel is, want we sluiten dadelijk de toer, zo lang dat je middel is, zo ga je een opzetketting maken. En als je die opzetketting klaar hebt, dan sluit je deze. Dus je meet je omvang, dus echt je heupomvang, want je wil ook niet dat die in je taille begint het truitje. Dus je begint echt aan de onderkant, even laten zien, hier de boordsteek, daar beginnen we mee. En dit is, ja ik heb iets van 44 centimeter, dus 88 heupomvang. Maar als je groter hebt, ja, dan maak je je beginketting groter. En ik leg even nu alles aan de kant en dan gaan we beginnen met een bolletje wol. Je haaknaald. Een opzetlus. En je haakt je beginketting. Even het goede lusje pakken. En je gaat gewoon een beginketting haken. Zo breed als dat jouw middelste, of ja, je heupomvang is. Dus deze ketting, die ga je haken. En als je daarmee klaar bent, dan zie ik je weer terug. Als het goed is, heb jij een lange ketting, je heupomvang. En ja, ik heb bijvoorbeeld 88 centimeter. Ja, deze is kleiner hoor. Ik ben nu begonnen met de mouw, maar jullie zijn met de heupomvang nog bezig. 88 centimeter, maar mijn heupomvang is wel wijder, want de stof of het gebreide of het gehaakte rekt mee. En anders krijg je misschien een beetje lubber, dus hij mag wel iets strakker zitten dan je heupomvang is, want straks dan rekt hij mee. Maar je moet hem echt even passen, dus gewoon echt even die ketting om je middel houden en passen, passen, passen. Je steekt nu dus in en je sluit de ketting met een halve vaste.
Dan ga ik er 1 omhoog, want ik ga even beginnen met alleen maar vaste op de eerste ketting te zetten. Alleen maar vaste. Het is een beetje wel, het lijkt heel dun hoor, die wol. Maar als je eenmaal dadelijk het begin hebt, even goed insteken hier. Ik zit te kletsen en ik kan niet kletsen en haken tegelijk. Ja, kan ik wel hoor, maar. Zo. Dus in elke steek 1 vaste. Het is gewoon een beetje dunne wol. Het is altijd even wennen als je weer, als je van dikke wol naar dunne wol gaat. Maar het is een prachtig resultaat. En als je op het einde van de toer bent, hier zo bij de begindraad, en je hebt alleen maar vaste gehaakt, dan zie ik je weer terug. Als je de toer met vaste klaar hebt, dan sluit je de toer met een halve vaste, dus nog even 1 vaste. En dan sluit je de toer. Het is een beetje lastig denk ik op film te krijgen. Dan ga je 3 losse omhoog en dan ga je in elke steek een stokje zetten. In elke steek 1 stokje. En als je op het eind hier bent, dan zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van de toer met de stokjes en we sluiten, ja, ik sluit gewoon hier de ring in met een halve vaste, maar ik vind hem niet mooi, ik krijg een gaatje, dus ik ga terug uit en ik zie dat ik hier dus een steek vergeten ben. Dan ga ik nog een steek erbij zetten en dan ga ik even kijken of ik het hier nog kan opvullen met nog een stokje erbij. Zo. En ik hoop dat jullie geen steek vergeten zijn, maar nu ga ik dus de toer sluiten en dan ga ik weer 3 omhoog. Kijk, ik heb het hier niet helemaal netjes gedaan, maar kan gebeuren. Dan gaan we weer een stokje op. Nee, nu gaan we relief stokjes maken. Dus nu gaan we dit achter het eerste stokje langs. Je haalt je draad op en je haalt door. Omslaan door 2, omslaan door 2. Dan weer omslaan en die tweede pakken we weer. Een relief stokje, omslaan, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan. Nu gaan we achterlangs het relief stokje pakken, omslaan door 2, omslaan door 2. We gaan nu echt de boordsteek haken. Ik merk, ik wil het te snel uitleggen en dan ga ik mezelf voorbij. Kijk, dit wordt de boordsteek nog een keer. Omslaan. Je gaat nu weer achter het stokje langs. Dus je houdt het stokje aan de voorkant. Omslaan door 2. Omslaan door 2. Omslaan. Het stokje aan de voorkant houden. Omslaan. 2, omslaan door 2 en nu heb je er weer 2 gehad, omslaan, nou ga je hem aan de achterkant houden, het stokje,
je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2. Nog een keer achterlangs, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. Kijk, en dan krijg je een mooie boordsteek en ik zal even het voorbeeldje hier pakken. Dit is de boordsteek en als je zo verder gaat dan komt hij er zo uit te zien. Omslaan, stokje aan de voorkant houden, omslaan, doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2 en weer het stokje aan de voorkant houden, omslaan door 2 en door 2. En zo maak je de hele toer af, totdat we weer bij het begin zijn, hier, en dan zie ik je weer terug. En we zijn weer bijna op het einde van de toer met de reliëfstokjes, 2 reliëfstokjes voor en 2 achter. En dan kom je hier op het einde van de toer uit. En dan sluit je die weer met een halve vaste. En dan ga je weer met 3 omhoog. En dan ga je weer reliëfstokjes maken. Dus weer 2 reliëfstokjes voor, 2 achter. En dan maak je hem, ik zal even het pandje erbij pakken. Er valt van alles uit hier. Stopnaald, kijk. Dit is de boord en ik heb hem, even tellen, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 of 13. En dan zal ik de centimeter erbij pakken. Ongeveer 9 centimeter heb ik de boord. En als je zover bent, dan zie ik je weer terug. Dan gaan we verder met het, ja, met het pand eigenlijk, hè, want jullie zijn met het pand nog bezig. En het is echt een hele leuke steek. Ik zal de steek nog eventjes laten zien hier, want dan weet je wat het, hoe het gaat worden. Ja, het is gewoon makkelijk. Het is een leuk zomertruitje, hoor. Maar goed, we zijn nog met de boord bezig en daar blijven we even bij. Ik zie je terug op het einde en dan gaan we aan deze toer beginnen. En als je zover bent met de boord en je wil, ja, ik heb iets verder dan 9 centimeter, maar je mag de boord zo lang maken als dat jij wil. Ik haak nog heel even mee, want dit is het laatste. De laatste toer van de boordsteek. 2 reliëfstokjes achter en 2 reliëfstokjes voor. Nou. Zie je, hier moet ik er nog 2 aan de voorkant en dan zijn we klaar met de boordsteek en dan sluiten we de toer weer hier bovenaan met een halve vaste. Ja, voor mij is dit de mouw, maar voor jullie is dit de onderkant van de boord. En ja, nu gaan we met een, eerst met een rij vaste verder. We pakken na de boord eerst 1 losse en dan gaan we in elke steek een vaste steek zetten. Dus na de boord 1 vaste in elke steek.
En als je weer in het begin bent, ja, je kan er eventjes, als je het niet goed ziet, dan zet je er even een steekmarkeerder in. En als je hier weer bent, dan zie ik je weer terug en dan gaan we aan het patroontje beginnen. En dan zijn we aangekomen weer op het einde van de toer met de vaste. Ik haal even de marker eruit. Nog één steekje. En dan sluit je de toer weer met een halve vaste. Dan 3 omhoog en dan gaan we in elke steek een stokje zetten. Ik zet er even hier, meteen hier zet ik er 1 in, want ik had in het begin een opening te veel. Dus ik zet hem meteen waar ook de 3 losse ingezet zijn, daar zet je een stokje in. En dan in elke vaste van de voorgaande toer een stokje. Ik zal even het voorbeeld erbij pakken. Kijk, dan is dit even goed laten zien. Je hebt eerst die boordsteek, dan een rij vaste en nu ga je op elke vaste een stokje zetten. En als je op het einde van de toer bent, weer hier in het begin, zie je het niet goed of zeg je nou ik vind de wol te pluizig of... Dan is het altijd makkelijker om een steekmarkeerder erin te zetten. Dan zie ik je op het einde weer terug. En we zijn nu op het einde van de toer met alleen maar stokjes op de vaste te zetten. We sluiten de toer weer met een halve vaste. En nu gaan we 3 lossen. En 1 losse extra, dus 4 lossen. En dan slaan we dit stokje over en dan gaan we een stokje, een losse en dan gaan we weer een stokje overslaan. Dus we slaan deze over, we zetten hier een stokje in, we pakken weer 1 losse, we slaan er 1 over en in de volgende, het is wel mooier als je dus echt netjes de lusjes pak, dus deze sla je over en hier, en soms moet je je haaknaald gewoon gebruiken, weet je wel, dat bovenstukje, om echt 2 lusjes te hebben, dan pak je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2. Ik zal het dus even iets langzamer doen. 1 lossen, 1 overslaan en de volgende steek je in en dan maak je een stokje. 1 lossen, 1 overslaan en 1 stokje. En dan pak ik weer even de steekmarkeerder. En dan gaan we verder en dan zie ik je op het einde van de toer weer terug. Kijk, en dan even het voorbeeldje erbij pakken. Kijk, dit is het truitje. Jullie zijn met het truitje bezig. En dan krijg je deze toer. Het is gewoon een stokje, een losse. En je slaat een stokje over en weer een stokje. En die volgende toer doe je precies hetzelfde. Dus je hebt 2 rijen van een stokje, een losse, een stokje. En die toer daarboven, die zet je precies het stokje op het voorgaande stokje, kijk. Dus echt een stokje op het voorgaande stokje, een losse en een stokje op het voorgaande stokje. En als je die klaar hebt, die toer, die 2 toeren, dan zie ik je weer terug. We gaan nu aan een toer met boogjes en ja, hoe noem ik het? Ik noem het, ja, ik ga het gewoon even beginnen. We pakken 3 lossen. Dan gaan we dit stokje overslaan, dan gaan we een vaste inzetten tussen deze en de volgende in. Dus
Dus we doen even twee lossen, want er moet elke keer twee lossen tussen. Dus tussen dit eerste en tweede stokje doen we een vaste. Dan moet je weer twee lossen. En dan ga je deze overslaan en dan ga je hier een V-stitch. Ja, daar kwam ik even niet op. Een V-stitch. Ik leg eventjes de wol een beetje aan de kant. Dus je slaat er één stokje over, omslaan en dan gaan we daar een V-stitch. Dus de V-steek is een stokje, twee lossen en weer een stokje in dezelfde steek. Dan twee lossen. En dan gaan we één stokje overslaan en dan gaan we een vaste in tussen die twee stokjes zetten. Dan weer twee lossen. En dan met een V-stitch. Deze sla je over en dan in die volgende. Even goed insteken. Twee lossen en een stokje in dezelfde steek. Twee lossen. Een stokje overslaan. Dus een stokje overslaan en hier een vaste. Weer twee lossen. Een stokje overslaan en weer een V-steek. Twee lossen. Zie je hoe het wordt? Je begint je toer met 3 lossen plus 2, dus 5 lossen. Ik zet eventjes een marker erin. Dan sla je één stokje over een vaste, 2 lossen, dan één stokje overslaan en een V-steek. En als je op het einde hier bent, dan zie ik je weer terug. Je begint de volgende toer met 3 lossen. Dan ga je 2 halve stokjes hierin zetten, maar je maakt ze niet af. Dus 1, omslaan en weer door 2 en dan omslaan door 3. En dit is pas 1 moesje. Ja, ik noem het een moesje. Dan ga je weer, nou de draad blijft aan mijn vingers hangen. We gaan er 3 hiervan maken, omslaan, insteken, draad ophalen door 2. Dan hebben we de 2 op je haaknaald, omslaan, insteken, draad ophalen door 2. Dan heb je de 3 op je haaknaald, omslaan door 3. Nou, dit is je tweede moesje, ja ik noem het maar een moesje. Omslaan, insteken, draad ophalen door 2. Omslaan, insteken, draad ophalen door 2, omslaan door 3. En deze setjes, die moet je in elke opening zetten van je V-stitch. Je gaat meteen door naar de volgende opening, dan ga je weer omslaan, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2. 3 op je haaknaald, omslaan door 3. De volgende, dus dit wordt de tweede. En de laatste. Door 2, omslaan, insteken. Omslaan door 2, omslaan door 3. En dan is dit ook het resultaat. Zie je? Deze toer is het. Je gaat ook rechtstreeks weer naar die volgende V-steek. Ik hoop dat je het een beetje goed kan zien. Ik zal even gewoon het voorbeeld hier pakken. Ga nog een keer doen hoor. Omslaan. Je gaat meteen door naar die V-steek. Omslaan door 2. Omslaan door 2.
omslaan door 3. Even mijn garen pakken. Het haakt heel fijn weg, maar het garen dat is een beetje, ja, blijft aan je vingers plakken. Omslaan, insteken, draad ophalen door 2. Omslaan, insteken, draad ophalen weer door 2. Omslaan door 3. Kijk, dan is dit je tweede al. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2. Omslaan, insteken, draad ophalen door 2. Omslaan door 3. De volgende. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2. Omslaan, insteken, draad ophalen door 2, omslaan door 3, dus je eerste, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 3, dus de tweede, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 3. Dus dit je derde. Kijk, dan moet het er zo uit komen te zien. Ik steek weer even een steekmarkeerder hierin. En jullie zijn nog met de volpanden bezig. En op het einde zie ik je weer terug, want dan gaan we weer verder met, ja, met de volgende toer. Ik heb nu de laatste moesjes gehaakt. Je ziet, ik ben nu weer bij het begin, want je moet echt met de marken werken, want anders dan kan het zijn dat je misschien je werk scheef gaat houden. Dus je gaat hier weer de toer sluiten met een halve vaste. Dan ga je 3 lossen omhoog en nu ga je weer een stokje, een losse, een stokje, een losse doen, dus dat wordt een losse en dan ga je in die eerste steek hier bovenop dit moesje ga je een stokje zetten, dan ga je weer een losse doen en dan ga je weer in die volgende steek een stokje zetten en een losse. En op dit moesje zet je weer een stokje en een losse en het is eigenlijk op elke steek zet je een stokje en een losse ertussen natuurlijk. En een losse en een stokje en een losse. En dan moet je goed opletten dat je dit inderdaad, dit is 1, 1, 2, 3 en dan is dit de volgende steek, het stokje en een losse en in de volgende steek het stokje. En dan pak ik weer de marker, die zet ik er weer in. En dan maak je deze toer af en dan ga je weer verder met nog een keer een stokje, een losse, een stokje op dit stokje. En ik pak even het voorpand erbij. En jullie zijn al met het voorpand begonnen, zo moet ik het zeggen. Nu herhaalt het zich. Ik heb hier 1 keer te ver doorgegaan met een stokje, een losse, een stokje. Zie je, hier heb ik 3 rijen gedaan. Officieel hoor je, ik heb het gewoon laten zitten. Deze wol is heel lastig uit te halen. Hij is soepel, hij is mooi, maar ik dacht, ja, ik vind het niet erg. Ik heb ook iets geprobeerd hier met alleen maar stokjes op een rij. Maar het patroon is zo, ik zal even mijn hand eronder houden, dit is het patroon. 1 rij kan je helemaal stokjes doen onderaan,
maar dan blijf je gewoon twee rijen stokje lossen. Dan heb je die rij met die, die mag je niet vergeten, met die V-stitch, twee lossen en een stokje, twee lossen en een V-stitch. En dan heb je weer die toer met die moesjes, met die twee halve stokjes samen breien, of samen haken. En dan ga je weer twee rijen stokjes en lossen doen. Ik heb hier toevallig nog een rij stokjes tussen gedaan, maar dit patroon is echt alleen, ja, je mag het eigenlijk helemaal zelf een beetje indelen natuurlijk. Je kan hier alles nog mee, maar dit is het patroon wat ik wilde uitleggen. En nu ga je, blijf je passen, je trekt hem even aan en je blijft hem passen. En ik heb moeten meerdere hier, en meerdere deed ik gewoon met een paar extra stokjes aan de zijkant en hier ook. Ik wilde dat het truitje aansloot, maar bij de borstomvang werd het breder. En ik zal even de lengte meten. Dat is ongeveer hier vanaf 32 centimeter ben ik gaan meerderen. En dat heb ik aan deze kant gedaan. En dan haak je gewoon verder tot je oksel. En die meet ik ook even. Ik heb hem net gepast en ik hoop dat ik de foto in de video kan monteren. Tot mijn oksel is het ongeveer 47 centimeter. Kijk, tot 47 centimeter hier onder de boord. Daar is mijn oksellijn en dan ga je dus apart verder. En dan ga ik dadelijk laten zien. Je steekt hier dus aan de zijkant een marker in. Steekmarkeerder. En aan de andere kant nog één, als ik die kan vinden. Aan deze kant steek je nog een steekmarkeerder in. En dan ga je die panden, ik zal even de camera optellen. Die panden ga je dus apart verder haken. Dus het voor, even losmaken. Dit is het achterpand, dit is het voorpand en tot vanaf die steekmarkeerders tot hier ga je naar de halslijn haken. En als je daar bent, dan zie ik weer terug en ook het rugpand, daar ga je ook gewoon tot aan je neklijn verder haken. We zijn nu zover dat we bij de steekmarkeerders zijn van de armsgaten. Ik ben nu al verder aan het haken en ik leg even uit dat je niet meer in het rond haakt, maar het achterpand en het voorpand haak je apart verder. En met het voorpand ben ik zover dat ik met 12 centimeter de steekmarkeerders kon zetten. Dan moet je even het truitje passen, maar het achterpand die ga ik nog verder. Ik denk ik had hier ongeveer ja 25 centimeter en ik had het voorpand 12 centimeter. Dus met het achterpand ga ik nog even verder. En bij het achterpand doe je hetzelfde. Daar doe je ook zorgen dat je deze afstand wel hetzelfde houdt. Dus dat schouders dadelijk goed aan elkaar gezet kunnen worden. Het achterpand moet ik nog iets verder door haken, dus 25 centimeter vanaf hier de armsgaten. Ja, je ziet, ik heb de mouwen ben ik al begonnen. Daar kan je ook aan beginnen, maar die ga ik dadelijk uitleggen. Als het goed is, heb je nu doorgehaakt achter van oksel tot je halslijn. En door tot de schouder is bij mij 25 met de achterpand, 25 centimeter. En ja, ik ben nog niet helemaal klaar. Kijk, het voorpand moet ik nog de bandjes doen. Maar aan deze kant heb ik hem wel klaar. En deze afmeting is aan de voorkant 20 centimeter. Kijk, dit is dus al één kant klaar van het achterpand en één pand of één schouderbandje van het voorpand. Dus ik moet ook nog verder aan de panden. Maar ik ga je nu uitleggen hoe je met de mouwen moet beginnen.
Want dat is eigenlijk heel simpel. Ik leg even dit weg. En ik heb al twee mouwen klaar. Je begint met de mouwen weer, je omtrek te meten en je maakt weer een rij losse. Dan ga je weer hetzelfde doen, een boordsteek. Na de boordsteek zet je eerst weer een rij vaste en dan begin je met de mouw. En dan, ik heb het eigenlijk nog niet, kijk, goed klaarleggen. Dan begin je die mouw continu te passen en ik zet even mijn camera neer. Die mouw die pas je, kijk, ik kan wel zeggen om de 4 centimeter moet je meerdere, maar ik heb gewoon iedere keer mijn mouw gepast vanaf de boord en ik pas hem nu even aan en dan zie je een beetje wat ik bedoel. Kijk, ik heb hier die steekmarkeerders erin gezet, iedere keer heb ik gepast en vond ik hem, bij mij wil ik dat hij aansluit, maar wil jij hem losser, ja dan maak je hem losser, maar ik heb dus iedere keer waar ik gemeerderd heb gepast en dan dacht ik nee, nu moet ik toch echt gaan meerderen en daar heb ik een steekmarkeerder in gezet en meerder heb ik gewoon een extra stokje met een extra losse gedaan, zodat je toch het patroon blijft houden, want je kan gewoon het patroon verder blijven haken. En zo heb ik die mouw gemaakt en zo kan jij hem ook maken, want je past gewoon iedere keer je mouw, je hoeft niet per se vanaf een geschreven patroontje te kijken, want je kan gewoon je eigen maat maken. Nou, als de mouwen klaar zijn, dan maak je alles aan elkaar en dan zou ik zeggen nu, voor nu, duim omhoog en bedankt voor het kijken en graag abonneren hieronder, op mijn foto klikken. En dan zie ik je graag weer terug bij de volgende video. Bedankt voor het kijken.